Hallo ballontwisters en ballontwisterinnen. Vandaag gaan we een hele leuke ballonfiguur maken die heel snel klaar is, maar toch heel leuk is om aan kindjes af te kunnen geven. Namelijk een eendje. Deze eend is een basis eend. Het lichaam gebruik ik voor verschillende vogeltjes. Het hoofdje is natuurlijk een eendenhoofdje. Nu, hoe maak je zo een leuke eend? Dat gaan we zo dadelijk zien. Wat hebben we nodig voor zo'n eendje te maken? Een gele ballon, 260, opgeblazen en laat ongeveer een 5 à 6 vingers over aan het einde. Twee oranje ballonnen, waar je ongeveer een 4 tot 5 vingers over laat aan het einde. En een stukje witte ballon, maakt niet uit hoe lang deze is. Hier hebben we heel weinig van nodig, dus hiervoor gebruik ik steeds een overschotje. Verder hebben we nog nodig een schaar en onze stift. Ik zou zeggen, neem je spulletjes erbij en laten we starten. We beginnen als eerste met onze eerste oranje ballon. Hier maken we een loop van ongeveer 4 vingers. Als deze loop gedraaid is, de overschot van de ballon gebruik ik en steek ik nog enkele keren door de loop. Zodat alles mooi op zijn plaats blijft. En je de ballon ook kan loslaten. De tweede loop die ik dan ga maken is iets groter als de eerste loop. Ik maak deze iets korter dan mijn hand. En voor ik deze loop ga vastdraaien, ga ik deze al eventjes kneden. Zodat deze al een beetje krom komt te staan en ik de mooie vorm krijg van een eendenbek. Dan draai ik deze ook weer vast. En als laatste maak ik opnieuw een loop. Die even groot is als de eerste loop. Draai dit ook weer mooi samen. En meer hebben we van deze eerste oranje ballon niet nodig. Dus knip los. Ik kies ervoor om altijd nog een extra knoopje te leggen. Zodat dit zeer mooi en goed vast blijft zitten. Dat is mijn eigen keuze. Je kan er ook voor kiezen om gewoon je ballon nog een beetje rond je loop te draaien. Of je kan er ook voor kiezen om je overschot van je ballon gewoon af te knippen. Dit is geheel wat je zelf wil. Ziezo, dan hebben we eigenlijk onze eendenbek. Dan gaan we verder met onze gele ballon en het stukje van de witte ballon. Het stukje van de witte ballon en de gele ballon knopen we al aan elkaar. Ik had mijn knoopje eigenlijk iets langer mogen laten om het makkelijker samen te kunnen knopen. Maar het zal me wel lukken op deze manier ook. Ziezo. Met onze witte ballon maken we twee keer een drievingerbubbel. Dat is onze eerste bubbel. En dan maken we nog een tweede bubbel. En deze draaien we samen vast. Zo. En onze gele ballon leggen we over onze twee witte bubbels. En gaan we dan vastdraaien met het overschotje van onze witte bubbel. De uitleg is moeilijker dan de bewerking zelf. Ziezo. Dan hebben we eigenlijk al ons eendenhoofdje. Dan gaan we onze bek van onze eend ook weer gaan verbinden. Ik kies ervoor om het witte gedeelte nog niet af te knippen, maar eerst de bek te verbinden. Dus onze bek verbinden we ook weer opnieuw in dit geheel. Ziezo. En als dit allemaal verbonden is, pas dan knip ik het witte stukje aan de achterkant nog los. En ook hier kies ik ervoor om weer een extra knoopje te leggen. Zodat alles mooi op zijn plaats blijft zitten. Daarna kun je de overschot van de witte ballon afknippen. En dan hebben we dit resultaat. De bek van de eend. Twee wangen van onze eend.
de ogen en het hoofdje. Dan gaan we verder met de nek van onze eend. Hier maak ik een bubbel van ongeveer een vijftal vingertjes. Gevolgd door één korte pinch twist. Dan maken we het lichaam van onze eend. Hier maak ik een bubbel van ongeveer vier vingers. Gevolgd door opnieuw een bubbel van vier vingers die ik samen ga vastmaken aan de pinch twist. En nu voor het lichaam van onze eend maak ik een bubbel die iets langer is dan deze twee bubbels. Ongeveer zo. Ik maak deze iets langer. Ik draai hem eerst helemaal op. En dan ga ik deze bubbel door de twee andere bubbels duwen. Zo krijg je eigenlijk alles mooi in een stevige vorm. Hier kan het natuurlijk wel gebeuren dat je ballon gaat kloffen. Als dit gebeurt, geen probleem. Welkom in de ballonclub. Neem een nieuwe ballon en start gewoon opnieuw. Aan het eind gaan we opnieuw een pinch twist leggen. Zo. En de overschot gebruik ik als staart. Nu, als je zelf liever een eend hebt zonder staart, ook geen probleem. Hier doe je mee wat je zelf wil natuurlijk. Ziezo. Dan hebben we nog onze tweede oranje ballon. Want nu is ons eendje eigenlijk al klaar om te gaan zwemmen. Als je uw eend in het bad wil, blop, 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 dat kan. Wil je nog pootjes aan je eend? Dan gaan we verder met onze tweede oranje ballon. Hier maak ik een kleine bubbel. Ik maak deze bubbel tot een pinch twist. Een korte loop van ongeveer vier vingers groot. Dat is mijn eerste pootje. Dan steek ik de rest van de ballon hierdoor. Ziezo. En dan maak ik een tweede pootje dat ongeveer even lang is. Zo. Opnieuw een korte loop. En opnieuw een pinch twist. De rest van deze oranje ballon hebben we ook niet meer nodig. En knip je maar los. Opnieuw een extra knoop erin om alles een beetje samen te houden. En de overschot knippen we af. Nu ga je zien dat je eigenlijk een acrobatische eend hebt die een split aan het leggen is. Als je dit niet wil en je wil je eend gewoon met je voetjes samen houden, geen probleem. Wel kijken waar de bek zit, waar de staart zit. De pootjes wijzen nooit naar de staart, maar je pootjes wijzen altijd richting je bek. Als je je eend zo wil hebben, dat ze lekker mooi blijft staan, dan neem je achteraan je twee pinch twist en je draait deze gewoon samen. Hoplakido. Hoplakido. Klak, klak, klak. Ziezo. En dan blijf je eentje mooi samen staan. Om te tekenen kan je natuurlijk gezellig en creatief zijn. Ik hou dit heel standaard, net zoals ik hier heb gedaan. Ik teken gewoon. Twee kleine oogjes. En een wenkbrauwtje erbij. Net zoals we bij onze pinguïn hebben gedaan. Ziezo, ik hoop dat je hier heel veel plezier aan kan beleven.
heel veel eentjes kan maken. En ik zie jullie graag terug in een volgende video. Dag lieve ballonvriendjes en vriendinnetjes.